ik denk toch dat wij een hier toch wel een voor paradijsje gaan creëren. Dat hoop ik tenminste. Met stabiele landbouwopbrengsten, echt een robuust systeem met meer biodiversiteit en goede producten. Je ziet hier nu een grasveld van ongeveer 4 hectare is het. En wat we gaan doen is 7 rijen met bomen. En die boomrijen die vullen we met hazelaars. En omdat we biodiversiteit echt een extra stimulans willen geven, hebben we in de bomenrij 2 blokken waar we inheemse struiken en bomen planten. Die zijn dan vooral voor de vogels, voor de insecten en her en der wat eetbaars tussen, voor de mens. En tussen de bomenrijen gaan we aan de gang met strokenteelt. En de boomrijen staan 24 en 48 meter van elkaar. Dus we hebben bewust gekozen voor 2 verschillende afstanden. Want onderdeel van de proef is dat we kijken wat de afstand tussen de bomenrijen voor effect hebben op de landbouwopbrengsten. En op de ziekte- en plaagbestrijding. Erf is 4 jaar geleden gestart met de eerste PPS Agroforestry, dus de publiek-private samenwerking. En hebben toen een eerste plan laten maken door de onderzoekers van Wageningen. Toen zag het plan er nog wel anders uit. Toen hadden we nog peren en iets meer gericht op productiebomen. Nou, het duurde even door bestemmingsplan wijziging dat we tot uitvoering konden overgaan. Dus inmiddels is er PPS Agroforestry verdienmodellen, zeg maar PPS nummer 2 gestart. En afgelopen jaar hebben we opnieuw om tafel gezeten en naar het plan gekeken. En hebben we bedacht dat het toch, omdat we echt biologisch telen en ook helemaal geen onnatuurlijke middelen willen gebruiken, hebben we besloten om de perenteelt ook vanwege afzetkansen eruit te halen. En zijn we ons meer gaan richten op de hazelnoten. En we hebben inderdaad goede input gekregen van de Wageningen onderzoekers Louis Bolk en de noodzaak. En dus kwamen we tot dit plan en ik vind het heel spannend. Nou, het Flevolandschap heeft hier een opdracht. Wij moeten van de provincie nieuwe natuur inrichten. Een deel van de natuur bestaat uit compensatienatuur, bossen inrichten, moerassen ontwikkelen. En voor de rest willen we eigenlijk een overgang creëren van landbouw naar nieuwe natuur. En daar past eigenlijk het agroforestry verhaal past voor ons heel goed. We geloven in een gezond voedselproductiesysteem en dat we dat bereik je toch vooral door landbouw en natuur te laten samenwerken, gebruik te maken van de biodiversiteit die belangrijk is voor de landbouw. En wat we ook belangrijk vinden, omdat de biodiversiteit sterk is afgenomen de afgelopen 30 jaar, een positieve bijdrage leveren aan weer meer biodiversiteit. En we willen het gaan door een proefopzet. Het moet rendabel zijn. Dat is natuurlijk een belangrijk uitgangspunt. En wij geloven in deze opzet, dus we gaan er nu mee beginnen.